wij gaan vandaag naar... naar de UK, fam. We gaan vandaag lekker naar Londen. Om Angel haar verjaardag te vieren. Heb je er zin in? Ja. Jij ook? Mm-hmm. Angel was super bang, want we hadden te veel in onze koffer. En we mochten 23 kilo meenemen. En we hadden uiteindelijk 16,3. Dus dat is gewoon prima. Kunnen we nog iets in Londen kopen en ook meenemen. Oh ja, maar dat komt er ook nog bij, hè? Dat komt er ook nog bij. Dat is wel top. En even kijken, we hebben net dus onze bagage weggezet. We zijn nu... Wat hebben we gedaan? Ingecheckt? Ik had thuis al ingecheckt. Oh ja, we gaan nu door de douane. Nou, dan gaan we gewoon even lekker eten. Want we vertrekken pas. Zo McDonald eten, want ik heb zoveel honger. Zoveel honger. Ik ga stil. En even nadenken. We vliegen pas om 9:30. En het is nu? Laat het nu? Kwart voor acht. Dus we zijn echt super vroeg. Maar dat maakt niet uit. Nou, het is nu, ik weet niet, iets over, volgens mij 8:30. En wij gaan nu lekker even McDonald's eten. Super dik. We gaan even McDonald's eten en we moeten over 1:30 bij onze gate zijn. Dus we gaan nu even snel eten. En dan gaan we naar onze gate en dan gaan we lekker naar... Wij hebben net gegeten. Je mist het zo ugly, maar goed. En... Wat hebben we net gedaan? Gegeten. Oh ja. Jongens, 3 keer raden wat? Ik had het al laten zien. McDonald's. En nu hebben we al geboord, toch? Ja. En nu wachten we totdat we in het vliegtuig mogen stappen, want die staat daar buiten. En hij is ook nog eens wat raar, dus dat is ook een dingetje. Ja, maar niet heel lang. 20 minuten. Oh echt? Ik dacht echt een uurtje of zo. Nee, we zouden 5 over vliegen, maar we vliegen nu 25. Maar ik ook gewoon juist. Dit is die light. Maar dit is te hoog voor mij. Je bent gewoon nog lastig. Oh, dan kijk je naar die mensen. Ja, weet je hoeveel mensen dit doen? We zijn dus in Londen, even kijken, deze luchthaven heet London Gatwick. En ik had zeg maar deze, kijk uit. Ik had deze luchthaven gekozen omdat het 15 minuten was van onze hotel. Nou komen we hier aan en hoor ik gewoon dat het een uur duurt om naar ons hotel te komen. Een uur, anderhalf uur. Anderhalf uur. En we moeten echt £100 betalen om daar naartoe te komen. Ja, maar omdat het al bijna 2 uurtjes rijden is. En ik ben zo in shock, want ik ging het helemaal googlen van welke luchthaven is het dichtstbij. Dichtstbij zijnde. En dat was gewoon deze. En nu hoor ik gewoon dat ik een uur moet wachten en £100 moet betalen om naar mijn hotel te gaan. Ik ben zo boos. Ik ben gewoon teleurgesteld in mezelf. Waarom? Gewoon omdat ik het heb uit. Dat ik heb het gewoon gepland. Dus jij woont niet hier, dus dat maakt niet uit. Doe niet zo gek. Het is wat het is. We moeten daar komen. Ja, maar ik moest het gewoon beter uitzoeken. Ik moest gewoon nog verder googlen, want dit is echt niet grappig. Oh, ja. Hoe is dat het dan niet goed is? Hm? Hoe is dat het niet goed hebben gemaakt? En mooi, en alvast een happy birthday gezegd. Dat zeg ik op een gaatje. Ik loop nu, maar ik hou echt van binnen, man. Jezus. Jongens, Angel neemt even voor 2 seconden de vlog over. Koude kipnuggets loopt ze te eten. Gaat ver. Smerig veel, hè?
Zo. Hallo, kijk even mijn haar dan. Nou jongens, we zitten nog eens in de taxi. Ik ga nog wel even duren, want ik zie alleen maar bos. Ik zie niet eens een huis of zo. Want ik denk van, oh weet je, dit is Londen. Helemaal niks. Ja. Heb jij nog wat te zeggen, dit op? Nee, even niet. Kijk huizen. Oh ja, kijk hoe jullie zusjes zien. Oh jawel. Geen ja, sorry hoor. Respect. Moet ik anderhalf uur wachten totdat ik bij mijn hotel ben? Kan ik mijn schoenen uittrekken? En die man zit niet zo lekker een beetje of zo. I guess we drive with the disconnect. Wij zijn in het hotel aangekomen. Het is echt een super kleine kamer. Maar het is gewoon prima. En we hadden een kaart gekregen. Deze. En ik, zij heeft zeg maar laten zien. De receptionist heeft laten zien waar wij zitten. En ik weet, omdat ik gewoon vaak in Londen ben geweest, weet ik waar we gewoon naartoe moeten. Gewoon Oxford Street en Piccadilly Circus is ook gewoon prima. Dus ja, ik ben echt blij dat we niet tot 3 uur hoeven te wachten. Dat we gewoon nu al in de kamer kunnen. Ik denk dat we gewoon eventjes gewoon gaan kijken wat we gaan doen. En dan, ja, dan gewoon even weer omkleden en gaan. Toch? Ja. Gaan jullie wel even een roomtour geven. Maar ja, het is zo klein. Het zijn drie stappen. Het zijn 3 stappen naar rechts, 3 stappen naar links. Ja, door, 3 stappen rechtdoor. En het was het. Ik mis alleen echt van die pantoffeltjes. Waar ik zo in zit dat niet in een badkamer? Oké. Okay. Kamer, je komt hier naar binnen. En dan heb je gewoon gelijk tv en het bed. Echt, het is zo klein, maar het is gewoon prima. Een spiegel. En daar ook een spiegel. En hier heb je de badkamer. Met zo'n... Oh, zo'n spiegel heb ik ook in mijn huis nodig. En gewoon zo'n douche. Een cabine. Echt super small. Maar ja, we blijven ook maar 3 dagen. Dus het is niet heel erg. En oh, wat een geweld. Dit heb ik ook echt in mijn huis nodig. En ik ben net ergens achter gekomen. Alles in deze kamer is zeg maar touchscreen. Dus als je het licht uit wil maken, moet je dus... Oh, kijk. Dat is het... Oh, je hebt ook nog extra licht. Oké. Okay. En... Oh, die kan ook nog uit. Top, dan weet ik dat. Dan weet ik dat ook. En even kijken hier. Oh, hier bestuur ik dus de airco. Want nu is de airco aan. Ik heb hem even een beetje lager gezet. En je hebt dus... kijk, nu is gewoon de kamer uit. Maar ik heb nu mood light. Wacht, die doe ik nu uit. Ziet zo uit. En als ik hem aandoe, ziet het er zo uit. En als ik zo doe, dan kan ik de kleuren veranderen. Kijk, nu heb ik donkerblauw. En als ik... Kan ik nog verder? Nu heb ik paars. Nu heb ik roze. Ja, maar kijk, deze lamp verandert ook, hè? Oh, die had iets. Deze spiegel ook. Ah, daar heb ik nu roze. Dat doet andere kleuren. Doe oranje. Nee, hoezo? Nou, wij gaan even kijken hoe deze chroomkast werkt. En dan gewoon even chillen. Het is pas 12 uur hier. In Amsterdam is het gewoon 1 uur. En ja, we gaan gewoon kijken hoe we overal komen. Heel goed zien, maar ik heb dus mijn zonnebril op met dit tasje, een oversized leren jas, kooltrui, flarebroek en deze moet ik jullie gewoon echt in het licht laten zien. Oh, prachtige laarsjes.
Dat is mijn outfit, Angel. Outfit. Noem het maar zelf. Oh. Nee, laat me gewoon je outfit zien. Nee, noem het op zelf, want ik ben aan het draaien voor de vorigjes. Ze heeft een trui, een t-shirt aan van de Zara, jas van de Zara, tas weten we wel. De broek is ook van de Zara en schoentjes zijn van D-Square. En mijn hele outfit komt van de Zara. Of mijn zonnebril. Zara met me. Ja. I beg you, baby, kick it to the left now. If you wanna eat it, no pressure. I only do range, no Tesla. Balmain, dripping umbrella. I'm tryna love you like a gangster. Baby, would you answer? I give you love, make I give it to you faster. Cause you fucking with a gangster. All my days, I'm tryna give it to you, come my way. You know I'm a bad girl, I show you my ways. Send a location, I put it in ways. Forever, forever. I want you, my Jenna. I'm like, hey, you know. Hey, you looking kinda nice, you know. Got me feeling your vibe. Heel lang niet bij jullie geweest. Wij zitten nu bij Nando's op ons eten te wachten. We zijn naar Boots in Victoria's Secret geweest. In Victoria's Secret heb ik jullie niet echt heel veel laten zien, want het was gewoon heel druk en we waren allebei gewoon een beetje bezig met kijken en al. En ik heb corn. Thank you. Bye. Oké, jongens, we hebben net de Uber gepakt naar Self. Ik kan dit nooit uitspreken. Selfridges. Self. Selfridge. Selfridge. Daar zijn we nu. En we gaan gewoon even een rondje lopen en kijken wat ze hier allemaal hebben. Het is eigenlijk een soort van bijenkorf. We willen Balenciaga zoeken. Ja, maar. Ik vind toch ook een Balenciaga story. Ik weet nou niet of dat in Londen is of gewoon in Parijs. Ik denk eerder Parijs, maar ik kan ook hier. Wil jij nog iets zeggen? We hebben net in Nando's gegeten en ik vind Nando's echt een hype. Het is helemaal niet zo. Ik vind het gewoon lekker. Ja, maar ik had de honger, weet je. Dus dat maakt niet uit. Maar het is ook niet idee. Oh my god, je moet naar Nando's gaan. Nee, dat is het gewoon niet. Sorry. Ik moet gewoon eerlijk zeggen. Dat is haar mening. Maar oké, we gaan nu gewoon even lopen. We zijn nu bij de schoenen aangekomen. Maar we gaan even kijken of ze Balenciaga hier hebben. Oké, laatste stop, jongens. We waren dus net in de Self. Oh, mijn wimper. Het gaat niet zo goed met mijn wimper hier. Zien jullie dat? Ik kom eraan. Ik kom eraan. Oh. Ja, nu zijn we even in de supermarkt, zodat we gewoon even iets kunnen eten. Want ik denk niet meer dat we echt gaan avondeten. We hebben gewoon Nando's gegeten, dus dat was ons avondeten. Dus ik denk dat dat het gewoon wordt. En ja. Voor je hoofd in. Nee, sorry. 3 voor 1,20. Nou, het moeten gelijk 6. Kijk eens, gaat het? Ik ga het mee naar huis nemen. Dat gaat niet goed, denk ik. Hoi, wij zijn weer in het hotel. Zo, wat een switch. Net waren we een hoppie fris. Maar kijk ons nu. Ja, oh my god. Ik heb geen make-up of geen wimpers meer. Ik ga deze vlog afsluiten met een shoppelog. We gaan deze dag afsluiten. Oh, deze vlog. Mag ik mijn water? We doen een weekendvlog. Ik heb zoveel. Oh ja, sorry. Ja, ja, deze dag sluit ik af. Maar je moet wel rustig liggen. Jawel, boy. Oké, nou, we waren als eerst. Kijk eens. We waren als eerst naar Boots gegaan. Dat is een, wat is het? Een soort
Ik weet niet. Douglas. Met kruidvat. En ethos erin. Kruid is er ethos naar Sam. Helemaal niet. Kruidvat en ethos is echt kruidvat hetzelfde. Kruidvat heeft meer assortiment, hè? Helemaal niet. Helemaal wel. Kruidvat heeft, verkoopt ook speelgoed voor kinderen en zo, hè? Hier. Kom niet met mijn discussie. De Thailander. Oké, okay, in ieder geval. Want gewoon doet $1 lastig. Yes. Dat moet je ook laten zien. Ja, maar dat is niet van Boots. Oh, zei ik? Nou, ze hebben dus Fenty Beauty gezet in Boots. En dat hadden ze voorheen niet. Oh. Dus heb ik deze poeder gehaald. Wat is dit ook alweer? Setting powder. Ik wou echt heel graag zo'n banana powder. Dus dat heb ik nu gehaald. Ik heb hem in de kleur honey. Als ik hem ook mag openmaken. En ik vind die verpakking van Fenty Beauty altijd zo mooi. Ik heb ook lipgloss, highlighter. Wat heb ik nog meer? Concealer. En nu heb ik ook deze. Oh, nu zie je hem. Oké, nou in ieder geval, je staat gewoon Fenty Beauty. Het zit zo. De kleur honey. Ik kan haar bake my face, you know. Dit is een cadeautje. Oh, deze is gewoon super lekker. Van, zeg je Givenchy of zeg je Givenchy? Wat zeg jij? Ik zeg altijd Givenchy, maar ik denk dat het Givenchy is. Ja, ik denk het ook. Nou, deze parfum van Givenchy. En ik vind deze naam altijd zo moeilijk. Het heet... Linter dit of zo. Wordt mij niet aan. Maar. Maar hij ruikt echt super lekker. Mijn moeder heeft hem ook. Met zeep en al, je ruikt het gewoon nog steeds. Ja, mijn moeder heeft hem ook. Ik spuit hem altijd gewoon van haar. Oh nee, toen gingen we naar Victoria's Secret. Daar heb ik gewoon. Ondergoed gehaald. Dat is gewoon niet zo heel interessant. En toen gingen we naar. Superdrug. Echt, als ik naar Londen kom, moet ik altijd naar Superdrug en naar Boots. En ik moet altijd kijken wat voor deals ze hebben. Victoria's Secret heeft altijd zo'n deal. Moet ik ook altijd gaan doen. En eerlijk, ik wist precies waar de Victoria's Secret was. Ja, jezus. Ik ben een jaar niet geweest en ik weet nog precies waar het is. Hij is wel echt mooi. Ja. Oh. Echt groot, man. Ja, en ook gewoon die trap. Ja, die wall, muur, die... video heeft. Echt heel mooi. En ik heb... we zouden eigenlijk vandaag uitgaan, maar we gaan toch maar niet uit. Maar ik had wel nieuwe wimpers gekocht. Dit zijn de Ardell Wispies en dan de Double Demi B. Nu heb ik altijd wimpers van de Primark. In Paris. Maar voorheen gebruikte ik de Ardell Demi Wispies. Laatste. Voor de rest had ik kauwgum en iets voor mijn vriendin gehaald. Ja, ik heb deze. Oh, sorry. Ik heb deze kwast van Real Techniques. En je kan hem zeg maar stellen. En dat is heel handig voor dus deze. Want dan gebruik ik als eerst een kleine kwast om hem aan te brengen. En dan kan ik hem zo naar... je hebt max, mid en min. Maar het is goed dat we dat even doen. Oh my god, ik ga echt stuk. Kijk, oké. Dus max is klein. Hiermee kan ik het zo onder mijn oog aanbrengen, die poeder. En dan doe ik op mid, dan is het... Wow, dan moet ik die goed laten zien. Dan op mid. Daar gaat hij zo. Oh, eigenlijk moet ik het met mid aanbrengen. Zo onder mijn ogen. En dan doe ik zo nog eentje naar boven. En dan haal ik het in één keer zo weg. Dit is wel fatu, man. Mm-hmm. En ik gebruik best wel veel... Ik heb best wel veel kwasten van Real Techniques. Met Lisa haal ik altijd het setje. Maar vandaag heb ik wel gewoon echt één kwast.
Oh ja, we hebben voor een paar mensen en voor onszelf gewoon zo een dingetje gehaald. Oh, noem je dit? Een sleutelhanger. Gewoon een klein souveniertje. Nou, dit was een guest in de shoplog, dames en heren. Niet veel. Alleen maar, hoe zeg je dat erin? Make-up sannies. Je moet gewoon naar de winkels gaan die we, hier, die we niet hebben. Ik kan naar de Zara gaan, maar ik heb ook een Zara in Amsterdam, hoor. Kun je stoel praten? Het is eerlijk, het is zo. Bijvoorbeeld, we hebben geen River Island, dus je zou eerder naar de River Island gaan. Ja, die oranje blazer was echt die mooi. Die was echt mooi. Ja. Daar ga ik chillen en dan zien we jullie morgen weer. Kijk, op de vlog. Nee, ik ben echt boos. Ik proefde die challenges al op mijn tong, hè. Ook ik heb zelf niet dat. Ik had een ketchup burger, bro. Als je zelf. Want bij de enige ring waarom je mond kan. Ze zijn al stom te lachen. Ga dan zo verkeerd kaas eten. Nee! Oh, nu is het mijn schuld! Nu is het mijn schuld, terwijl ik heb gezegd dat ik het alleen op mijn burger wou. Ik hoef voor deze koude dingen ook niet te melden. Oh, nu is het mijn schuld dat ik dingen niet eet. Jawel, dat is wel wat je zegt. Ik ga niet iets zeggen, nee. Ja, ga toch zelf een keer kaas eten. Dus ja, dus dan is het mijn schuld dat dit nu verkeerd is gegaan. Ga je gaan? Nee, maar ik ben gewoon zo van. Ga je het echt op mij nu zetten? Nee. Oké, wij hadden Uber Eats besteld. En ja, een van de bestellingen ging niet zo goed. Ik ga jullie gewoon even uitleggen. Ik had een burger met cheddar cheese, burgersaus, sla en tomaat. En krulfie. Jullie vlogste hier zo. Had een hamburger. Zonder saus. Zonder kaas. Oké, met potatoes. We hebben dat gewoon netjes gemeld. Gewoon het juiste, want we hebben een andere burger. Gewoon het juiste burger van zij wil dat, ik wil dat. En eindstand krijg ik gewoon precies dezelfde burger als haar. Plus het broodje heeft te veel deeg of zo. Ik weet niet. Maar mijn patat zijn lekker hoor. Jammer dat ze koud zijn. Of lauw. Ik heb gewoon zin en ik ben van mezelf gezellig ingesteld, dus kom maar op. Maar mijn broodje heeft iets van dingen. Dat was wel stekker. Sorry. Ik moet gewoon lachen, sorry. Dat was ergens zo'n tegen. Ja. Ik heb echt geheugen en eigenlijk zeggen. Is het gewoon zo'n tegenvaller? Maar ja. Ik zal mijn geld op ijs. Ik heb alles gegeten bij veel. Maar ik wil mijn geld terug. Ik wil wel. Wat? Je had toch gewoon aan de vlog afsluiten. Je pakt me. Nee, dit is opgehaald. Nee, niet dat bed. We moeten nog slapen. Hoor. Nee, ik ben echt irritant. Ik zou je gaat echt opruimen soms. Ik ga die ding aan de Helemaal. Ja, nu ga ik mijn vlog echt afsluiten. Eeuw, waarom is dit zo vies? Heel apart kind. Maar hoe blijft jij dik? Lijkt het tof, is het? Bij deze sluit ik mijn vlog echt af. Ik zie jullie morgen. En wat rustig.